Dit is een korte video over de volgorde van een verbouwing. Dit is een concrete casus, een concreet voorbeeld van een rijwoning, een jaren 30 woning. Deze hier in het midden, waar een nieuwe dakkapel op moet. Een nieuwe aanbouw, waar nu die openstaande deuren zitten. Nieuwe elektra, nieuwe verwarming, nieuwe badkamer, nieuwe toilet, nieuwe keuken. En eigenlijk alle nieuwe afwerkingen. En ook moet er nog een trap vervangen worden. Dus wat is nu een goede volgorde? En daarvoor hebben we een stappenplan gemaakt. En ik zal de stappen laten zien. En als je deze video op YouTube ziet, dan kun je gewoon de link hieronder klikken. En er zijn een aantal stappen die belangrijk zijn. Je bepaalt wat echt een eis is van je. Dus wat is echt nodig. En wat zou wel leuk zijn. Dus wat is meer een wens. Nou, deze laatste categorie van die wensen, die voer je uit als het handig is om direct mee te nemen. Dus als het laat extra zou kosten, zoals openstaande deuren in een net verbouwd huis. Dat doe je dus liever niet, want dan maak je, natuurlijk de vloer een beetje stuk en de wand stuk. Dan moeten we weer opnieuw afgewerkt worden, dus dan neem je het liever direct mee als het budget is. Nou, als je het echt wilt en je hebt er echt over nagedacht, dan moet je dat gewoon doen en nu meenemen. Natuurlijk als het binnen budget is. Nou, en dan is een extra aspect is de tijd die je hebt, want soms moet je gewoon binnen een aantal weken verhuizen. Dan heb je niet de tijd om heel veel te gaan doen in huis. Nou, dat is natuurlijk een beperkend aspect. Maar voor de volgorde van het verbouwen heeft dat zeker wel invloed, want ja, dan ga je zo mooie dingen gewoon niet doen. Nou, die volgorde is goed om te bepalen, vast te leggen en ook gewoon je daaraan te houden. Nou, hoe ga je nou te werk? Wat moet nu eerst? Nou, er zijn een paar hoofdregelen. De eerste is van werk van buiten naar binnen. Dus eerst doe je de gevel en het dak. En het liefst als eerste het dak, gewoon waterdicht dak. Die dakkapel als eerste. En eventueel het dak vervangen als dat nodig is. Dan van grof naar fijn, zowel binnen als buiten. Dus inderdaad eerst het dak en dan de dakgoot. En eerst het tegelwerk en dan pas de kramen. Nou, werk van boven naar beneden met het afwerken. Dus als een viezigheid van het afwerken, dat wil je gewoon naar beneden laten vallen. En als het beneden al helemaal afgewerkt is, dan wordt het natuurlijk een beetje een rommeltje. En je loopt heel vet over je werk wat net af is. Dus je werkt liefst van boven naar beneden. En al deze punten die hier staan, die zijn een beetje communicerende vaten. Dus het liefst zou je dat op deze manier doen. Maar sommige punten zijn voor jou gewoon belangrijker dan andere. Dus dat zorgt ervoor dat je misschien een andere afweging maakt. Maar het is goed om dit denk ik even te beseffen. Nou, de grootste klussen eerst. Bijvoorbeeld een nieuwe keuken die op een andere plaats moet komen in huis. Ja, dat kost gewoon heel veel tijd, dus dan moet je op tijd mee beginnen. Nou, werkzaamheden combineren. Bijvoorbeeld stucadoren, die komt het liefst maar één keer, zodat je heel het huis kan doen. Ja, dat zal een beetje theorie blijken. Maar als je bijvoorbeeld een hele verdieping kunt laten stucken of heel de branen rond, dan is dat wel lekker efficiënt en ook goedkoper dan natuurlijk dat die echt heel vaak voor kleine klusjes moet terugkomen. Nou, als er echt veel haast is, dan wijs je gewoon prioriteitenruimtes aan, bijvoorbeeld een badkamer of een slaapkamer of de keuken. Zodat je gewoon weet van nee, er is weinig tijd, maar dat moet gewoon helemaal af. Nou, als je niet gewend bent om projecten te leiden, dan zou ik niet te veel hooi op je voet nemen, maar gewoon echt projecten doen. Dat zorgt ervoor dat het allemaal wat langer duurt. Waarschijnlijk ook iets duurder wordt. Maar als je echt alles heel rigoureus gaat verbouwen, zoals ik net liet zien bij deze voorbeeldverbouwing van Jorin is die. Dan ligt het huis op een gegeven moment echt helemaal open. En dat zorgt nog wel eens voor heel veel stress bij mensen. Dus dan is niet alleen een hele goede planning gewoon belangrijk. Maar soms is het gewoon ook handig om het gewoon een beetje te beperken en gewoon alles niet te groot aan te pakken. Nou, denk aan de toekomst met de verbouwing. Dus handige dingen die nu gewoon eenvoudig meegenomen kunnen worden, bijvoorbeeld een extra groep in de meterkast laten plaatsen. Dat kost nu relatief weinig, maar het levert later gewoon meer op. Nou, en natuurlijk het huis isoleren, want dat vind je natuurlijk relatief snel terug. Nou, er zijn veel meer punten en ik zet de link van dit bericht onder deze video, zodat je alles kunt nalezen.